Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag zijn bij mij te gast Paul Verhagen, hoogleraar, emeritus hoogleraar cultuur- en maatschappijkritiek en Marley Huijer, emeritus hoogleraar publieksfilosofie. Welkom. Ja, we gaan het hebben over Byung-Chul Han, een boekje dat is uitgegeven bij uitgeverij De Nieuwe Wereld. De tweede in de reeks na De Perfectie van de Techniek van Friedrich Jünger. Dit geschriftje van Han, wat de nodige stof kan doen opwaaien, dat gaan we dadelijk ook zien. Voordat we daarmee beginnen, nog even een korte aankondiging van ons kijkersevenement op 9 juli in de Arminiuskerk, voormalige kerk, te Rotterdam, waar we op zaterdagavond met elkaar in gesprek gaan. Gesprekken zoals deze, maar dan in levende lijven, zo gezegd. En we hopen natuurlijk dat veel kijkers daarop afkomen. We hebben een stel mooie gasten, onder andere Matthias de Smet, ook Maurice de Hond, Marlies. Onze eigen Marlies Dekkers natuurlijk en Thomas, Jelle, ikzelf en zo nog wat gasten ook van buiten. U kunt het programma hieronder zien. Klik op de link en geef u op. Tot dan hopelijk. Goed. Marlies, ik begin met jou. De palliatieve maatschappij. Het leek me wel iets om het met jou over te hebben. Ook gezien je eigen achtergrond. Ook al werkzaam als arts, lange tijd geweest, waarmee je met pijn ook als arts omging. Han gooit wel heel veel op één hoop af en toe. Hij put tegelijkertijd ook wel uit een aantal denkers die jou niet onbekend zijn. Foucault neemt duidelijk een belangrijke plaats in zijn denken. Voor de rest natuurlijk erg Nietzscheaanse stijl waarmee die een en ander neerzet. Hoe heb jij het boekje ervaren? Ik vind zijn analyse heel interessant. Dat we inderdaad in een samenleving leven die, ik noem het toch een samenleving en geen maatschappij. Ja. Een samenleving leven waarin we de pijn zoveel mogelijk willen voorkomen. Dat is een proces wat volgens mij al vanaf de 17e eeuw is in gang gezet. En wat alleen maar sterker wordt. Ja. En waar het lijkt alsof we aan de grenzen komen van hoeveel pijn je eigenlijk nog kan bestrijden. Dat vind ik een hele mooie analyse. En dan aan het einde zijn antwoord. Dat is inderdaad wel heel Nietzscheaans. Dan krijg je bijna het gevoel dat je de pijn moet gaan opzoeken. En dan denk ik, dan komen we in alsof je risico's expres moet gaan nemen en pijn bijna moet gaan creëren. Daar haak ik een beetje af, heel eerlijk gezegd. Ja. Aan de andere kant, ik vind het idee dat je pijn moet aanvaarden, dat dat op je afkomt, dat het ook hoort juist bij het menselijk leven, dat het misschien wel een van de condities van ons leven is, dat vind ik een hele mooie analyse. Ja, nou, we gaan er zo verder over hebben, Paul. Korte reactie van jouw kant. Je boek Intimiteit en ook in een ander werk heb je ook wel duidelijk gemaakt dat wij in bepaalde opzichten ook vervreemden van ook van onze fysieke pijn bijvoorbeeld. Ja. Hij verbindt het op een bepaalde manier ook aan een thema dat jou ook na aan het hart ligt, die neoliberale orde. Natuurlijk heeft het inderdaad, wat Marlies zegt, een langere geschiedenis. Maar hoe heb jij het boek gelezen? Gewoon minstens dubbel in de zin van een historische lijn. En dan tezelfde tijd de hele hedendaags. Als ik het historisch bekijk, en dan sluit ik onmiddellijk aan bij wat Marley komt te zeggen, dan zie je inderdaad die evolutie naar het willen wegnemen van de pijn. Wat we op een bepaalde manier alleen maar kunnen toejuichen. En dan heb ik het hoofdzakelijk over medisch, fysieke, lichamelijke pijnen, waar we tot pakweg 30, 40 jaar geleden nauwelijks een antwoord op hebben. En nu in toenemende mate wel. Maar natuurlijk maar als gevolg dat we overgevoelig worden voor de pijn die nog overblijft. En dat we steeds meer zicht krijgen op een aantal pijnen, waar we helemaal geen raad mee weten. Er bestaan tussen pijnklinieken voor onverklaarbare pijnen. Maar dat is dan meer de medische kant. Ja, dat is het wet van behoud van pijn, hè, zoals hij dat noemt. Ja, dat is wel een hele kernachtige formulering. Ja. Hè? Dat je hem neer kunt slaan en dat hij zich, dat hij zich gaat verspreiden en zich manifesteert in verveling of in depressies of in
En dan komen we bij het andere, wat dan ook zijn belangrijkste insteek is, en daarom spreekt hij over een palliatieve maatschappij. Ik heb daar een aantal kanttekeningen bij, maar het is zonder de minste twijfel zo dat onze maatschappij heel sterk gericht is op verdoving, ja, op alle mogelijke manieren. En die verdoving neemt eigenlijk de mogelijkheid tot kritisch zelfbewustzijn weg. We verdoven ons met van alles en nog wat. En dat sluit dan voor mij aan bij die prestatiemaatschappij, bij dat neoliberale. En ik zou het eerder, dat palliatieve aspect, en die ruimer betekenis van het woord, want dan hebben we ondertussen al lang het medische veld verlaten, ik zou dat palliatieve aspect eerder begrijpen als een instrumenteel iets binnen die prestatiemaatschappij. Zolang ze maar verdoofd zijn, doen ze verder, hè. Ja, daar komt het zeggen, neer. Kunnen functioneren en je nog enigszins acceptabel voelen. Ja, heel concreet voorbeeld. De 2 jaar terug was ik in Spanje, in de Andalusië. Er is daar een prachtig natuurpark, Donia of zoiets, met de naam ontsnapt mij een beetje. En we hadden een rondrit met een jeep, een vrouw van begin van de 40, die als chauffeur en als gids werkte. En die vrouw had duidelijk pijn. En ze nam een paar keer een pijnstiller. Nu, ik had dat gezien, ik praatte met haar daarover. En ze zei van, ja, ik kan me niet permitteren van deze job te verliezen. Ik kan me zelfs niet permitteren van een ziekteverlof te nemen. Dus ik slik pijnstillers. Ik heb 2 pubers thuis, ik ben alleenstaand. Ik moet deze job behouden, punt. Ik moet doorgaan. Dus die was er zich wel van bewust. Dus er was geen valse bewustzijn. Ze was er zich zeer goed van bewust. Maar, ja, blijven doorgaan, hè. Dus dat is ook een vorm van palliatieve toestand die wij nu meemaken, waarbij mensen zich gaan verdoven om te kunnen blijven presteren. Ja. En dan heb je nog heel veel die het niet eens beseffen. Ja, nou, het grotere kader is natuurlijk eigenlijk de hele rol van de negativiteit, hè, in ons leven. Hij sluit al aan bij denkers als Nietzsche, maar zeker ook Heidegger of Hegel. Ja. Waarin dat negatieve juist productief is, ja, op een bepaalde manier. En hoort bij het tot bloei komen van een mens. Jij startte daar al mee, Marleer. Dus dat aanvaarden van die pijn als iets wat eigenlijk het leven ook tot het leven maakt. Als je even uit persoonlijke ervaring, ook als arts, hè, als jij nou vanuit die achtergrond, en je bent later natuurlijk volop in de filosofie, maar ik neem aan dat je altijd die ervaringen toch meegenomen hebt ook in je denken. Van als je naar zo'n tekst kijkt, roept het niet, laten we zeggen, een hele ambivalente reactie op? Een bepaalde pijn moet evident bestreden worden, toch? Ja, dat roept zeker een hele ambivalente reactie op. Kijk, als je tot arts wordt opgeleid, word je opgeleid om mensen te helpen. Ja. En dat zie je natuurlijk ook heel erg in het ziekenhuis. Je probeert mensen toch zo lang mogelijk in leven te houden. Ja. En op het moment dat mensen toe zijn aan het sterven, dan is meestal de reactie van, ja, ga maar naar huis en ga nu maar sterven. Dus daar wordt dan feitelijk weinig aandacht aan besteed. Kunnen accepteren van pijn, het lijden en dat mensen kunnen sterven, zit relatief weinig in de medische opleiding. En bovendien is het dan ook nog zo dat het sterven en het lijden steeds onzichtbaarder wordt in de samenleving. Enerzijds omdat het gewoon ook lukt om een heel groot deel van het pijn en het lijden met medicatie te bestrijden of met behandelingen. Maar anderzijds, omdat het ook veel meer binnenshuis is en je het liever niet laat zien. En dat is natuurlijk al helemaal zo voor dat neoliberale prestatiesubject. Die laat zijn lijden niet zien. Ja. Ik heb zelf ook die neiging, hoor, om dat maar niet te laten zien. Niet die negativiteit te laten zien. Want je weet, je kunt daarop afgerekend worden. Ja, dat is een zwakte. En ja, dat is het lastige. Dus dat je geneigd bent allemaal om die pijn weg te willen hebben en het lijden, dat snap ik heel goed. Maar daarmee waardeer je dus de pijn en het lijden ook niet. En het lastige is, we kunnen echt niet ontsnappen aan de pijn en het lijden en aan het sterven. Dus op het moment dat je de pijn en het lijden niet waardeert, waardeer je ook niet de mensen die dat ondergaan. En daarmee zie je dat er een enorme eenzaamheid en isolatie ontstaat in de samenleving. Het onvermogen om eigenlijk met die afgrond, of in dit geval die negativiteit,
geconfronteerd te worden zelfs. Ja, en dan zowel voor jezelf als voor de ander. Want Han heeft het één keertje over Levinas en de rest is toch veel Heidegger, Nietzsche. En komt op een gegeven moment ook het woord heroïs naar boven. Ja, de heroïek versus hedonisme. Ja. En als vrouw denk ik, ja, laten we het heroïsme alsjeblieft beperken totdat je held bent van je eigen leven en je eigen leven schrijft. Ja. Maar dat idee van dat het allemaal heroïs moet zijn, daar protesteer ik tegen. En juist als het over pijn en lijden gaat, zou ik denken, daar is de zorg voor de ander heel erg belangrijk. En die zorg, en daar... Dan maar daar spreekt hij op een gegeven moment ook over. Hè? Dus ik ben het met je eens dat die kant er ook in zit. Hè? Tegelijkertijd spreekt hij over de poëtica van de pijn. Maar ook bijvoorbeeld waar het gaat om de aanraking. Hè? Dat, misschien kun je dat fragment nog wel herinneren. Dat hij spreekt ook over dat... Ik heb het al gezegd, dat op verhaal komen. Maar ook die aanraking waarin eigenlijk de pijn... vraagt om gestild te worden. Ja. Ik vind het wel heel, heel krachtig. Ja. Mag ik daar even bij aansluiten? Ik begrijp de kritiek van Marley op dit punt. En ik volg ze ook. Maar het heeft voor mij voor een flink stuk te maken met de uitbreiding die Han toekent aan het pijnbegrip. Want wij hebben het nu, en ik volg je daarin, over het medische aspect, het lichamelijke aspect. Maar Han gaat wat we dan kunnen benoemen als negatieve emoties, ook, of negatieve affecten, ook gaan bundelen onder pijn. Ook zielepijn, hè? Dan wordt het plots een heel ander verhaal, want dit wordt vandaag de dag ook ontkend. Dat is jouw specialisme, de zielepijn. Ja. En dan zou ik dat niet onmiddellijk onder de groep pijn gaan catalogeren, maar ik volg hem in zijn redenering als hij zegt van, ja goed, als wij conflict gaan vermijden, dan hebben we geen verandering meer. Ja. Als wij alles overal gaan toedekken, dan hebben we geen bewustzijn meer van een aantal zaken die we moeten onder ogen durven zien. Ja. Die redenering kun je maken zonder dat je het gaat reduceren tot pijn, want dan krijg je deze kritiek die nogmaals terecht is. En had je dat op een andere manier beschreven, dan zou dat stuk kritiek er niet gekomen zijn. Ja. Dus je had daar beter een aparte hoofdstuk in. Nou, daar doelde ik ook een beetje op bij die vraag. Ja. Ik heb zelf nou niet heel veel ervaring met pijn. Het ergste wat ik meegemaakt heb is denk ik ooit een keer een gebroken pols. En verscheidene ontstekingen aan mijn wortelkanaal. Dat is overigens wel een vrij pijnlijke aangelegenheid. Objectief schijnt dat ook zo te zijn. Ik weet nog, als kind had ik misschien iets van die heroïsche trek. Dus ik weigerde, ik vermoed dat ik dat van mijn moeder meegekregen heb. Want die was nogal kritisch op medicijnen. En dat had ook weer te maken met mijn eigen familiegeschiedenis enzovoort. En zij was verpleegster, maar heel kritisch op medicijnen. En ik weet nog dat ik een lange tijd de neiging had om überhaupt geen pijnstilling te willen. De hoofdpijn of wat dan ook. Gewoon accepteren. Uitzitten. Uitzitten. En ik heb op een bepaald moment ook wel begrepen van soms heb je hem wel even nodig om om het leefbaar te maken. Of om patronen te doorbreken. Bij plotselinge rugpijn kan je beter maar even één of twee dagen... Bijvoorbeeld. Want dan blijf je doorlopen in plaats van dat je stil gaat zitten. Precies. Maar ik denk dat jij ook en dat is natuurlijk ook die glijdende schaal, hè, van een, laten we zeggen, een objectief lichamelijke pijn die echt heftig is, naar, wat voor soort pijn is het nou precies? Dat is ook een beetje natuurlijk ook jouw thematiek, dat soms pijnen zitten die... Die eigenlijk ten diepste een psychische of beter gezegd een psychosociale. Achtergrond hebben. En het narcotiseren daarvan is natuurlijk heel wat anders. Vroeger kregen ze... Ik kan nu eventjes chargeren. Hè? Vroeger kregen ze religie, vandaag kregen ze pijnstillers. Om braaf te blijven. Ik denk wel dat daar nog een analyse onder zit, die Han voor een deel ook doet. Dat de naoorlogse generatie, of eigenlijk de oorlogse generatie moet ik zeggen, waar jouw moeder toe behoort, waar mijn ouders toe behoort. Ik weet niet hoe dat bij jouw ouders is. Ja, zoiets.
Die hebben sommige mensen hebben het echt behoorlijk zwaar gehad. Ja, nou, dat is bij mijn moeder. Met name mijn ouders komen van goede overvlakkooien. Dat betekent 5 jaar in een sperrgebied leven. Mm. Met voortdurend ronkende vliegtuigen. Met mensen die vermoord worden. Met onderduik van ouders. Nou ja, et cetera. Dus dat is stevig allemaal geweest. En die generatie heeft voor een groot deel gezwegen over dat verleden. Zeker tot de jaren 80, 90 hebben ze daar hun mond niet over open gedaan. Mm. Dus onze generatie is relatief opgevoed van tanden op elkaar, zo hoort het en je hoort dingen te accepteren. Ja. De generatie daaronder is natuurlijk omdat wij, zeg maar vanaf de babyboomers, plots in enorme welvaart, vrede, is gaan nadenken over emoties en is tegen die ouders gaan zeggen van jullie moeten praten over het verleden. Dus we zijn op een of andere manier opener geworden over emoties. Zijn ook gaan denken van die moet je niet verbijten. Je moet er juist, zoals hij zegt, bij verwijlen. Maar op een of andere manier zijn we daardoor ook gevoeliger geworden voor alle trauma's, emoties, et cetera. Terwijl die veel minder zijn dan voor die oorlogse generatie. Absoluut. En daar zit een, en misschien kun jij dat verklaren, Paul, van daar zit een rare paradox. Dat hoe minder leed en lijden en pijn er is, hoe groter de gevoeligheid voor trauma's. Ja, dus hij beschrijft ook iets, die dialectiek, hè? Die overgevoeligheid voor wat dat je natuurlijk nu ook met die trigger warnings en zo hebt. Eigenlijk niet eens meer verdragen. Dat vinden we al in de psychologie, bij Fechner, met de psychofysica, dus dat is de periode van Freud, die het heeft over drempelwaarden die mee verschuiven. Dus dat is de paradox. Hè? Hoe beter we het hebben, het levert eigenlijk weinig op en onze drempel verschuift mee. Ja. En dus we hebben het nu veel beter dan vroeger, maar terzelfde tijd hebben we dan sneller last van een aantal zaken waar de vorige generatie mee lachte. En kan het zijn dat omdat je dan geen duidelijk aanwijsbare oorzaak hebt, dat misschien het leed ook meer pijn doet? Het gaat nog verder. Wij hebben vandaag de dag de illusie dat we er antwoorden op hebben. En die antwoorden zijn vaak palliatief. Maar ze werken maar tot een bepaald punt. En dat botst dan met die overtuiging die we voorgehouden geworden zijn van ja, maar er zijn perfecte oplossingen voor. En als die niet werken, dan ben jij therapie resistent. Precies. Dat is nog eens jouw fout ook. Dus we zitten in die paradoxale situatie op dit ogenblik. De vorige generatie accepteerde sneller dat er voor bepaalde zaken nu eenmaal geen oplossing waren. Ja. En dat is er nieuw bijgekomen. Dus die drempel, dat wordt al beschreven in de 1880, denk ik. Ja. Dus dat is niet veranderd. Dat zit waarschijnlijk in onze manier van functioneren. Ja. Maar die boodschap erbij van, maar er is wel een oplossing voor, dat was er vroeger niet. Vroeger moest je het inderdaad accepteren. Of toch tot op bepaalde hoogte. Ja. Ja, hij zegt dat, hij haalt die Morris aan. Hè? De huidige Amerikanen behoorden waarschijnlijk tot de eerste generatie waarden die een pijnloos bestaan als een soort constitutioneel recht beschouwt. Pijn is een schandaal. Het hoort er niet meer bij. Hè. Dat is die illusie dat het een perfecte antwoord op mogelijk is. En dan krijg je natuurlijk bij de kortste keer in de oxycontine de toestanden. Ja, we hebben hier een keer aan tafel ook die prachtige documentaire. Hoe heette die ook alweer? Kom er zo wel op. Maar die affaire beschrijft rond oxycontin. Maar het ingewikkelde is natuurlijk inderdaad wel dat, want je ziet dit heel sterk rondom sterven. En er is een ideaal in de geneeskunde en met name ook in de verouderingsgeneeskunde van dat we allemaal vanaf de geboorte op een bepaalde hoogte van gezondheid leven en dan vervolgens rechtdoor en dan één keer is het afgelopen. Terwijl in werkelijkheid, we leven wel langer, maar het aantal jaren wat we winnen, dus het aantal gezonde jaren, staat gelijk aan het aantal ongezonde jaren wat we winnen. Sterker, voor vrouwen is het zo dat ze meer ongezonde levensjaren erbij hebben gekregen. Het lijden en de pijn niet waardeert, dan impliceert dat het een enorme eenzaamheid geeft, want die mensen die dus ouder zijn en toch door die fase van pijn en lijden heen moeten voordat het voor leven afgelopen is, die staan daar voor een heel groot deel alleen voor. En dan hebben we het over die mengvorm, hè? Want het betreft dus zowel
lichamelijk lijden, hè, wat gewoon dysfunctioneren, ja, of dingen die uitvallen, maar ook dus die psychische pijn rond verlatenheid of eenzaamheid. Wat je op dit moment veel ziet is een stapeling van ouderdomsklachten. Ja. Ja. En dan zie je dat iemand blind is, doof is en ook nog slecht kan lopen. Ja, sorry, dat geeft een enorme levenspijn. En stel je voor dat je, zoals wij, heel graag van denken en lezen houdt en je kunt niet meer horen of zien. Ja, dan leid je toch aan het leven. Ja. En dan kun je wel à la Han zeggen van die pijn zou je niet moeten verzachten, maar eigenlijk wil je dan alleen nog maar dood. Denken van, nou, het mag wel afgelopen zijn. Ja, nou, ik denk ook niet dat dat nou zo'n boodschap is, hè? Dus als je dit nou zo schetst, dan zou hij dat volgens mij eerder kwalificeren als dat wet van het behoud van pijn. Ja. Dus als want wat er verschijnt natuurlijk in zo'n fase is eigenlijk van, ja, maar ja, je mag toch blij zijn dat je nog leeft, hè? Want we zijn toch bezig met het rekken van het leven. Vroeger was je al dood geweest. Dus dat zit er ook nog bij. En je hoeft geen fysieke pijn, of dat minimaal. Ik heb dat zelf ook wel meegemaakt in een sterfgeval in mijn omgeving. Dat palliatief werd begeleid op een manier die eigenlijk... die was ook voor de persoon in kwestie. En hij was zich er ergens van bewust. Dat is het gekke. Want hij is op een gegeven moment ook weer eruit gekomen. Maar ja, die was eigenlijk mensonterend. Dus hij werd een soort zombie. En die voelde ook van, ik kan er niet meer bij. Weet je? Een hele gekke weemoed. Een hele rare toestand. Maar kijk, daar zit een heel complex verhaal achter. Want enerzijds, zodra je een diagnose krijgt van een ongeneeslijke ziekte, staat de geneeskunde klaar om jou te helpen. Ja. Nou, dat kan heel fijn zijn, maar dat kan ook heel veel bijwerkingen en lijden en pijn veroorzaken. Absoluut. Ja. En lees je romans over kanker, over dementie, over beroertes, hè, van iemand als Tom Lenoir, Clary Polak, noem maar op. Ja. Dan steeds komt de vraag op, dit lijden is toch zinloos, dat zou niet mogen. En dat is eigenlijk het lijden wat veroorzaakt wordt door de geneeskunde. Precies, precies. Ja. Dan is natuurlijk de vraag van, hoe zou je dan betekenisvol het lijden en de pijn toe kunnen laten? Kan het zijn dat als je niet te snel de regie overgeeft aan de geneeskunde en dat stukje lijden door medische handelingen overslaat, dat de pijn en het lijden die vanzelf komt, die bij ziektes hoort, dat die misschien toch meer onder je eigen regie kan plaatsvinden. Maar zodra je dat gaat afvragen, moet je dus denken van, oh jee, maar dan kan ik wel eens korter leven. Dat is nogal een lastig dilemma waar je dan opeens in zit. Nou ja, ik bedoel, we creëren in die zin natuurlijk ook situaties die we niet zouden hebben gehad wanneer de geneeskunde niet zo ver was voortgeschreden. Dus je komt ook gewoon voor hele nieuwe vragen. Ik kan me herinneren op een gegeven moment een vriend van mij die vertelde over zijn moeder. En die had inderdaad ook kanker. En die kreeg op een gegeven moment longontsteking. En daar hebben ze die vrouw uitgehaald. Of die heeft het gered. Maar ja, ze had ondertussen toch behoorlijke kanker. Ook, waarbij al duidelijk was dat ze kwam te overlijden. En toen kwam op een gegeven moment daarna weer de vraag. Ze wilde eigenlijk euthanasie. Wat weer heel pijnlijk was voor de familie. Ze was gered. Ik dacht, het is ergens een absurde situatie. Weet je? Dat laatste half jaar was een soort emotionele achtbaan rond dat lichaam. Weet je wel? Met een rare pijn. Dus het is een rare pijn. Ja. Maar de vraag die Han dan stelt van, hoe kun je betekenisvol blijven leven? Ja. Die vind ik dan wel heel relevant. Ja. Dus op het moment dat jij geconfronteerd wordt met dat je horizon korter is dan je hoopte, dan zou het wat mij betreft moeten gaan over, hoe ga je die tijd die je rest betekenisvol invullen? Ja. En dan moet je echt, en eigenlijk zou ook een arts dat moeten doen, daar echt uitgebreid bij stilstaan. Ja. Wat geeft jouw leven betekenis? En hoe kun je betekenisvol sterven? Hoe kun je betekenisvol afscheid nemen?
Hoe vul je dat laatste stuk leven in? Ja. Aansluitend bij de ervaring die je komt te beschrijven en dan ook wat Marley gezegd heeft. Hans geeft er wel iets heel moois over, dat in onze palliatieve maatschappij wij ook de pijn van de ander niet meer voelen. Ja. Mm. En dat is hetgeen dat je komt te beschrijven. Hè? Die man die er teruggehaald is en die dan eigenlijk wil sterven. De omgeving wil hem redden, de artsen willen hem redden, maar voelen ze de pijn van die ander? En stel je minstens de vraag wat er daar aan de hand is. En dat doen we veel te weinig, want we hebben een antwoord. Ja. We kunnen het oplossen. We kunnen het oplossen, ja. Maar we lossen iets op dat misschien niet het probleem van die man of die vrouw is. Ja. Ja. En dat is dan dat instrumentele karakter ervan. Hè? Ja, ik echt vind ik heel mooi bij Levinas. Die zegt, het lijden moet je eigenlijk verleggen van de persoon zelf, die een ziekte heeft of die aan het sterven is, naar het intermenselijke. Ja. Ja. En dat heb je nodig. Ja. Waarom? Ja. Ja. Omdat, stel je voor dat Paul aan het lijden is en ik zie het niet, het is allemaal weggepoetst, dan kan het zijn dat hij plots van het een op de andere dag dood is en dat ik het helemaal niet in de gaten heb. Ja, of dat hij misschien inderdaad die hand nodig had, hè, waar Han het over spreekt. Rond het sterven heb je handen nodig. Ja, precies. Nou, je hebt het nu over ouderen, maar ik heb nou net met mijn eigen nichtje een hele heftige situatie meegemaakt. Dus die heeft een ernstige vorm van kanker gehad, waar heel veel jongeren aan komen te overlijden, 25. En ze is hier ook wel in huis geweest en zo, met mijn zus en we spreken er ook regelmatig over. Maar wat mij heel erg daarin heeft getroffen, is dat op een gegeven moment zij, laten we zeggen, de hele behandeling doorlopen had. En dat is dan een van de zwaarste chemotrajecten in dit geval. En dit natuurlijk voor zo'n meid gewoon heel heftig is, in allerlei opzichten. Mm. Dus maar dat er eigenlijk, als je het hebt over, hoe gaan we nou van hieruit gewoon weer een leven opbouwen? Mm-hmm. Dat is helemaal niet onderdeel van de van die praktijk. Dus die zou bijna een ritueel nodig hebben. Of iets van een, dat je misschien op een boerderij of in een commune, zij zit alleen op het appartement. En dan heb je zo'n heftige ervaring achter de rug. Ja. Hè? En er is echt voor kapitalen behandeld. Hè? Ja. Er is een hoeveelheid chemo ingegaan, alles. En dat is ook echt met betrokken mensen, weet je al. De ene doet het beter dan de andere, allemaal waar. Maar het systeem, dat je dus zegt, nou komt iemand gewoon alleen weer op zijn appartement. Het is probleem van de samenleving. Ja, absoluut. Er is een overdosis aan hulpverleners om hiervoor klaar te staan. Maar het gaat om die samenleving. Ja. Want op een gegeven moment ben je zogenaamd gezond. Ja, het is opgelost. Het is opgelost. Ja, terwijl je die levenservaring die dat een plek geven en wat je ontmoedigend is. En wat je, die tijd en ook natuurlijk de wanhoop en de twijfel. Ja. En dan nu weer. Ja. En dan denk je van, maar dit. En dan zou je toch, in een primitieve stam, ga je daar, en nog, zou je daar, die zouden er dan nog verstandiger, of een stuk verstandiger mee omgaan, in mijn ogen. Terwijl wij nu zeggen, goed, hè, dus je krijgt een set pillen mee, die mag je nog slikken, en dan kom je over een maand weer terug voor dat heeft toch iets volkomen absurds. Maar er zijn toch ook wel positieve ontwikkelingen, hoor. Want als ik denk aan, nou weet ik haar voornaam niet, Sadelhoff, die een boek geschreven heeft naar aanleiding van het overlijden van haar moeder. Mm. En ook eigenlijk heel gechoqueerd was over hoe moeilijk het is om als jonge vrouw om daar een sociale steun voor te krijgen. Met je vrienden, in de samenleving. En de correspondent is vervolgens heel uitgebreid daarop in gaan zetten. Mm. En steeds meer verhalen over rouwen en juist ook voor jonge mensen. Ja. Om te zorgen van dat onderdeel wordt van het alledaagse gesprek van het alledaagse leven. En dat die pijn en het sterven ook weer onderdeel mag zijn. Ja. Maar dat staat dan wel bijna haaks op die dominante cultuur. Ja, dat staat totaal compleet haaks op. Het is natuurlijk ook niet iets wat je, waar je, laten we zeggen, in een diagnose-behandelcombinatie even een formule. Dan zeg van, dat is. Nee, maar het is ook gewoon de tijd geven. Ja. Ik las een keer een mooi verhaal over over de Viking jongeren die dan in de puberteit soms in een depressie geraakten. Ja. We hadden het in een ander gesprek over de
de depressiviteit in de noordelijke landen. Ja. Maar goed, toen al. Spot bestond toen, had even waarschijnlijk ook met licht te maken en zo. Maar in ieder geval, die jongens die dus op een gegeven moment in zo'n depressie schoten, die werden in, dat waren die woongemeenschappen, die werden in de kring van As, zo heette het. Dat was een kring rond het centrale vuur. En dan mochten zij eigenlijk in de kring. Dus dat betekent dat ze niets meer hoefden te doen. Maar die waren wel gewoon aanwezig, weet je wel. En dus ze lieten de depressie eigenlijk. Dat was hun behandeling. En dan ieder voorjaar kwam er dan... En dan moest je maar hopen dat ze het overleefden dan. Nou ja, het is niet dat ze in het vuur lagen. Maar dit was kennelijk een praktijk. Hè? Waarbij ieder voorjaar weer een van die hoofdmannen van zo'n boot langskwam. En dan gingen de jongens en op een gegeven moment, wil je mee? Nou, op een goed moment was het dan tijd en dan stapte die uit de kring van de as. Dus dat is letterlijk in zak en as. Mm-hmm. Dus je geeft enerzijds, is het zichtbaar, en anderzijds, maar je weet niet wanneer. Je weet niet wanneer, maar die reis was wel een onderdeel van oké, nu kan ik de volgende stap gaan maken. Mm-hmm. Je blijft zichtbaar, het wordt niet ontkend, het wordt gewoon een plek gegeven. Wat het voorbeeld dat je geeft, toont denk ik aan dat andere culturen daar betere antwoorden op hebben, omdat ze rituelen hebben, betekenisverlening, contextualisering, socialisering. Dat zijn we allemaal kwijt. We hebben denk ik het medische zeer ver ontwikkeld en gelukkig maar, daar kan niemand tegen zijn. Maar het andere aspect zijn we kwijt. Hè. Als je weet dat rouw nu in de DSM al opgenomen wordt, als je na 1 jaar nog een aantal klachten vertoont. Dan dat zegt veel over onze cultuur, hoor. Ja, nee, ja, zeker. De meeste studenten kreeg ik nog te horen dat een normaal rouwproces 2 jaar duurt en dat het tweede jaar erger is dan het eerste. Dat is mijn opleiding. Ja, na 1 jaar moet het opgelost. Ja. Ja, want het leven gaat door. Het werk gaat door. Het werk gaat door. Ik werkte in de jaren 70 in Portugal een aantal maanden. Ja. En dat was toen net bevrijd van de dictatuur. En daar was het echt zo dat vrouwen die hun man verloren hadden, die liepen 2 of 5 jaar in het zwart. En soms denk ik van, dan snak ik ernaar om dat ook te mogen doen. Als een vriend of vriendin is overleden of een familielid. Denk ik van, ik zou willen dat het gewoon zichtbaar was. Dat is onze variant op die cirkel van as, hè. Het is duidelijk dan. Hè? Ja. Die zit het. Je hoeft ook niet. Je bent geëxcuseerd ook. Dat was het. En op een goed moment stap je eruit en krijg je het aanbod. Ga je mee? Ja. In het voorjaar. Ga je mee? De zon komt weer op. En op een gegeven moment ben je waarschijnlijk ook zat daar in die. Dat is het. Soms moeten dingen ook gewoon rotten, hè. Dus heb je zo lang in die cirkel gezeten. Marlie, jij bent ook met een boek bezig. Je hebt net afgerond. Het is al 3 weken uit, zoiets. Ja, wat is de titel? De toekomst van het sterven. De toekomst van het sterven. Daar gaan we het binnenkort ook met elkaar maar eens over hebben. Lijkt me goed. Raakt natuurlijk wel ook aan deze thematiek. Ja, ik heb het boek ook meegenomen. Toen hadden jullie het nog niet in het Nederlands vertaald, maar ik had het al wel in het Engels gelezen. Ja. Dus ik heb het meegenomen, omdat ik neem voor een deel het werk van Foucault ook mee. Ja, en laat zien inderdaad vanaf die 17e eeuw dat we steeds meer streven om gezond en zo lang mogelijk te leven. En Hans sluit daar weer bij aan. En wat ik een hele mooie uitspraak vind die ik geciteerd heb, is dat het leven niet geteld, maar verteld moet worden. Het is niet hoeveel jaren leef ik, maar veel meer. Welk verhaal kun je vertellen over je leven? En ik vind sowieso het idee van dat je een verhaal, of je leven eigenlijk een levensverhaal is, vind ik een heel troostend idee. Het idee dat kan je zelfs teruggaan naar de antieke filosofie. Het idee dat een leven een bepaalde chronologie heeft, met bepaalde fases, dat elke fase een bepaalde duur en betekenis heeft. En dat je daar, als je langzaam zeker aan het einde komt, ook op terug kan kijken en weer een verhaal over kunt vertellen. En dat kunt overdragen aan volgende generaties. Met alle pijn van dien. Want laten we wel wezen, pijn geeft wel heel mooie verhalen. Ik bedoel, elk nieuws moet slecht nieuws zijn. Goed nieuws is helemaal niet interessant. Dat geldt natuurlijk ook een beetje voor verhalen. En ik vind dat heel troostend. Om te denken vanuit vertellen, vanuit narrativiteit. In plaats van, hoeveel jaren heb ik nou? Of hoeveel uren heb ik dit? Nou, de hele
Griekse tragedie is natuurlijk toch een ontmoeting met de krachten waar een mens aan blootstaat. En het toelaten daarvan. Ze waren ook massaal aan het janken op de tribune. Ja. Het werd gedeeld. Het was eigenlijk een catharsis. Ja, dat is zoals bij Aristoteles natuurlijk. Ja, een beetje ingezet, een catharsis. Ja. En dus het ook dat bij dat rituelen daarvan, dat je dat opvoert met elkaar en dat opzoekt. Ik moet altijd denken ook aan Oedipus Tyrannos. Dat werd opgevoerd een jaar, ongeveer, nou, ik weet niet exact, maar een jaar nadat Athene was getroffen door de pest. Mm-hmm. En dat was door de belegering van de Spartanen. En dat was de uitkomst van de strategie van Pericles, die stad helemaal ommuurd had. En dacht van, we hebben een enorm machtige vloot. Dat is de Attisch-Delische Zeebond. Mm-hmm. En ze kunnen ons niks meer maken. Mm-hmm. En hij heeft eigenlijk die oorlog min of meer geforceerd. Mm-hmm. Ja. En inderdaad, de bevolking schuilt achter die muren. En op dat moment, wanneer ze er een maand of wat zitten, dan breekt de pest uit. Dus ze kunnen er niet uit. Ja. En, dat is, en wat doet dan de tragedie? De openingslijn van, van de... Gij zei het hier, dan heeft hij het over de smekelingen. En die zeggen dan, de vrouwen baren niet meer, de lijken liggen op de altaren. En dus er wordt gewoon, wat er letterlijk gebeurd was, wordt even neergezet. En dan zie je daar je buurman staan. Weet je, dat is inderdaad een ritueel, hè, wat je met elkaar doorloopt. Maar het is ook het op woorden brengen van pijnen. En dat zegt hij zo mooi in dit boekje. En afgelopen 2 jaar met corona, met de lockdowns, hebben we natuurlijk de kunsten de nek omgedraaid. Ja. Gelukkig wordt er nu weer in geïnvesteerd. Ja. Maar het theaterbezoek en sowieso deelname aan kunst is nog steeds op een heel laag niveau. Dat is ongelooflijk jammer, want er is geen discipline die zo goed de pijn en het lijden op woord kan brengen of op muziek of in beeld kan uitbeelden als de kunsten. En als je dat niet hebt, dan krijg je inderdaad een palliatieve samenleving. Ja. Ja. Ik moest zelf denken aan een boekje wat ik in mijn tienerjaren heb gelezen. Of zeg maar, dus een boek. En dat was Brave New World. Hij noemt het niet. Ja. Maar bedoel, dat hele Brave New World is eigenlijk heel vroeg gezien door Huxley. Ja. Heb jij het nog genoemd in je boek, Brave New World? Ik heb het niet genoemd. Oh, nee. Ik heb het wel op mijn middelbare school moeten lezen. Maar daar zie je ook dat er dus vrouwen op een gegeven moment niet meer baren. Want veel te veel pijn. Ja. Ja. Kinderen worden op kunstmatig, hoeft niet meer, kunstmatig. En als je je somber voelt, dan neem je soma. Ja. Echt wel visionair geweest van die Huxley ook, hè? Ja, klopt. Ja. Het is een boek dat we om de zoveel tijd kunnen herlezen. Ja, absoluut. Hey, mag ik jullie een vraag stellen? Ik heb vaak het idee dat als je oorlogen wil voorkomen, dat je dan in het dagelijkse leven moet leren om vreedzaam te vechten. Dus dat je moet zorgen dat er kleine oorlogen zijn in plaats van grote oorlogen. Stel dat je dat deelt, zou je dat dan ook kunnen toepassen op pijn? Dus in plaats van dat je heroïs het grote pijn gaat zoeken, dat je op een of andere manier op een soort menselijke, behapbare manier de pijn toe kan laten? Een moeilijke vraag, want in het geval van de oorlog gaat het over een conflict. In het geval van pijn kan je het ook als een conflict beschouwen, maar dan een conflict met onszelf, met ons eigen lichaam. Dus op die manier krijg je dan de twee dingen samen. Dan wordt de vraag van hoe ga je om met conflict. Ontken je het? Verdoof je het? Stel je het uit? Dat lijken mij allemaal strategieën die zichzelf zullen wreken. Die na verloop van tijd alleen maar zullen zorgen voor nog veel meer pijn of voor inderdaad een oorlog die veel groter is dan datgene wat je oorspronkelijk vermeden hebt. Hè. Mm-hmm. Dus je kan beter het conflict tot op zekere hoogte koesteren. Tot op zekere hoogte. Je hoeft niet je tandwortelpijn, je moet er geen 3 weken mee rondlopen. Dat hoeft ook weer niet. Maar het conflict koesteren vind ik wel een goed idee. Omdat daar ook de bron van verandering zit. Maar zit dat dan in de ervaring? Zit het in het verwijlen bij de pijn? Dat je ervaart dat die pijn er is.
Dus dat je zeg maar die ervaring doorleeft voordat je hem weg gaat halen. Is dat wat je bedoelt? Het maakt ons in ieder geval duidelijk, als die pijn er is, dat wij een lichaam hebben en dat dat lichaam een eigen rechten heeft en eigen dingen doet waar wij niet altijd zo gelukkig van worden. En dan is het is bijna een tegeltjeswijsheid. Luister je dan naar je lichaam of ga je het verdoven? Mm-hmm. En de hedendaagse reactie is heel vaak te gaan verdoven. Je kan verschillende vragen stellen op het ogenblik van waar komt die pijn? En dan kom je bij de psychosociale insteek. Het kan ook zijn dat er geen antwoord komt. Ja. En dat moet je dan ook leren meenemen. Maar als het antwoord onmiddellijk verdoving is, ja, dan verandert er niks. Hè? Ja. Ja, ik denk dat het ook bij het conflict voor een oorlog, want dan komt die oorlog er toch, hoor. Mm-hmm. Ja. Nou ja, kijk, er is ook een verwantschap tussen pijn en oorlog, natuurlijk. Of pijn en strijd. Ja. En pijn en conflict. Dus als je hem zo in zijn algemeenheid zegt, is het misschien net te veel gezegd. Maar ik denk wel dat er een kern van waarheid in zit. Je kunt ook... Zeg maar, en dat heeft dan ook met sensitiviteit te maken. Hè? Dus luister je naar dat wat je steekt. En als je dat niet doet, dan kun je bijna in de trant van Paul ook dingen gaan opstapelen die zich op een bepaald moment ook kunnen ontladen of exploderen. Ja. Dus dat je eigenlijk dat die. Kijk, bij weer Aristoteles. Daar zie je natuurlijk dat iedere emotie of iedere pathos gepaard gaat met voor hem genot en pijn. Hè? Dat is, of Herdonne en Lupe. Er zit ook altijd iets van. Dus wat zegt iemand nou? Of wat doet die nou? Of wat doe ik zelf nu? Of vind ik dit wel prettig? En in zekere zin de aandacht voor hebben om te weten waar je zelf staat. En ook. Dat ergens kunnen benoemen, ook je eigen weekheid soms kunnen zien. Of de... Het heeft gewoon te maken ook met bewustwording. En het onvermogen om daarop afgestemd te zijn, kan natuurlijk ook leiden tot dat mensen veel te invasief worden. Of dat je maar meegaat. En tot op een bepaald moment. Dus wat jij beschrijft met die burn-outs en die, dat soort, daar hebben we natuurlijk ook heel veel te maken met een verlies aan sensitiviteit. Niet omgaan, kunnen omgaan met de kleine pijn, om het zo maar te noemen. Ja. Maar ook daar, denk ik, moeten we weer die stap kunnen en durven zetten naar het ruimere. Dus ik wil een keer terug naar jouw vergelijking met conflict. Het conflict met de ander, het conflict met ons lichaam. Het lichaam is ook de ander. Mm-hmm. En van zodra dat we dat eigenlijk gaan in een soort besloten ruimte gaan begrijpen en niet meer de psychosociale context ervan in rekening brengen, vanaf dat moment zijn we verkeerd bezig. Ja. En ook, dat zie je dan ook in de antropologie, pijn en ziekte werd altijd begrepen als iets wat deel uitmaakte van de gemeenschap. Het was de gemeenschap die iets fout gedaan had, ook in de Griekse tragedie. De gemeenschap had iets fout gedaan en de gemeenschap moest het ook op een of andere manier een antwoord op vinden. We hebben het veel te sterk geïndividualiseerd en dan nog eens opnieuw met schuld beladen. Want het is eigenlijk, je hebt iets verkeerd gedaan, je moet het ook oplossen. Maar gelukkig hebben we een oplossing, hier neem dit. Maar dus de context zien we niet meer. Hè? Ja. En dat is een beetje mijn terwijl het interessant is dat we het nu zo vaak hebben, zeker dat hoor je steeds meer. In die zin is die sprake denkender als wier, om met Heidegger te spreken. Je hoort heel veel tegenwoordig over toxische relaties, giftige relaties of giftige werkomgeving. Als je zegt, nou, als je dat serieus neemt, dan dringt dat gif ook in jou door. Ja. Dus zijn het ook dingen waar je ziek van wordt? Dus er is dus kennelijk... Je wordt er natuurlijk ziek van, maar je moet onmiddellijk in rekening brengen dat je er deel van bent. Hè? Bedoel, het is al te makkelijk van die toxiciteit. Ik zeg ook niet dat het per se een ander is, want dat is waar we het net over hebben. Het is ook kennelijk het onvermogen om er een vorm aan te geven, om er iets mee te doen, die onderdeel wordt van die giftigheid. Ja, we hebben zo een beetje een kinderlijke reactie. Ofwel is de schuld van de ander, een toxische omgeving, ofwel is het ons eigen valt, dan krijgen we de beschuldiging vanuit de omgeving en moeten wij het oplossen. Nou, dan zijn we zelf toxisch. Ja, maar het is natuurlijk
de twee samen. Hè. Dit is een resultaat van interacties die we de laatste decennia opgebouwd hebben. Maar dat sluit natuurlijk heel mooi aan op wat hij zegt. Ja. Dat je dus het pijn onder woorden... Ja. Hè, en dat wat we in de neoliberale context zien... is dat de pijn eigenlijk wordt gedepolitiseerd. Ja. En dat betekent dus ook uit de dialoog wordt gehaald. Alles wordt gehaald. Alles wordt gedepolitiseerd vandaag de dag. Ja, zijn opmerking dat... pijn een vorm van kritiek is, daar ben ik het heel erg mee eens. Ja, want pijn is feitelijk, en daarom is het ook goed om erbij stil te staan, is een signaal dat er iets fout is. Klopt, en wij zijn heel snel geneigd om dan inderdaad maar aan te duiden, nou, het is het lichaam wat gerepareerd moet worden, of het is die toxische baas die moet verdwijnen. Terwijl, als je gaat nadenken, dan zie je, er is vaak op veel grotere schaal iets mis. En in plaats van dat je bijvoorbeeld het aan jezelf gaat wijten, dat je niet goed functioneert volgens de baas, is het veel belangrijker om te kijken van welke kritiek kan ik geven op deze situatie? Of welke kritiek kan ik op de samenleving uitoefenen? Of wat zouden we hieraan kunnen doen? Is dan natuurlijk heel lastig. Want kijk, een van de grote pijndingen in onze samenleving is dat mensen die laag betaald krijgen, bijvoorbeeld omdat ze pakjes rondbrengen, dat die enorme pijn hebben. Fysieke pijn, lichamelijke pijn, geestelijke pijn. En dat juist vaak onzichtbaar is. En wij zitten hier nu als hoogopgeleide, toch redelijk, een redelijk pensioenhebbende mensen, zitten wij vrij pijnloos nu hier aan tafel. Dat moet ik nog wel afwachten hoor, of het zover komt. Okay. Nee, maar daar geldt, bij mij staken er een heleboel dingen die met betrekking tot de universiteit steken, kan ik wel zeggen, tot op de dag van vandaag. Ja. En dan is het de vraag, wat doe je daarmee? Ik ben met collega's ook een masteropleiding begonnen vanuit het idee van dat moeten we anders doen. En dat wordt ook gewaardeerd door de studenten. En ik bedoel, dat is dus, volgens mij moet je dat onderscheid hoog-laag opgeleiden niet absoluut stellen. Het gaat niet om, de pijn kan hem inderdaad ook zitten in een veranderende werkomgeving waarin je niet meer naar eer en geweten of naar dat wat je aan het hart gehad werkzaam kunt zijn. Ja. En ik denk dat heel veel hoogopgeleide kampen met allerlei... dan worden ze misschien wel ouder, maar ook kampen met allerlei gevoelens van neerslachtigheid en zinverlies. Ja, en dan maar aan de sherry gaan. Alcoholgebruik. Nu is het cocaïne. Nu is het cocaïne. Ja, cocaïne, maar toch niet bij jouw generatie. Nee, dat is meer bij de jongeren. Maar heel veel mensen lijden aan bestaansonzekerheid. Aan de onderkant, ik vind onderkant niet het goede woord, maar mensen die laag betaald zijn aan de marges van de samenleving, is die bestaansonzekerheid voor een heel groot deel puur fysiek. En bij de hoger opgeleide en ook aan de universiteit, is het dat er geen enkele zekerheid is over je baan of je is nog wel salaris. Er is geen zekerheid meer over je relatie, over je woonplaats. Dus er is zoveel onzekerheid. En bestaansonzekerheid. Ja, maar zelfs dat is nog materieel. Hè? Zelfs, maar ook gewoon van dat je het soort onderwijs kunt doen. Of het soort, hè, waar toch heel veel leraren ook mee kampen. Hè? Van mijn vak is me afgenomen. Ik kan niet meer datgene doen op een manier zoals ik het zou willen. Ja. En dan kom je echt meer in de beroepseer sfeer. Dus ik had een keer een lezing. En toen werd ik nadien aangesproken door een man. Zeg, ik was zo getroffen door... Een verhaal wat je destijds had in NRC Handelsblad. Ja, ik ben therapeut en ik herkende toen eigenlijk plotseling waar ik mee te kampen had. En zei ik, dankjewel. Hij zegt, en op dat moment kun je er anders toe gaan verhouden. En dat is dat, er werd dus kennelijk een onbestemde pijn, werd er een woord gegeven. Ja, en dan is het natuurlijk wel zaak dat je ook in beweging komt. Ja, klopt. Ja. Ja, want dan moet je ook iets gaan doen. Ja. Goed, we gaan afsluiten. En misschien laatst, wat zouden jullie de kijkers willen meegeven als uitsmijter? Waar het gaat om Han. Ja, dan lees jouw boek, zeg jij dan. Hè? daar gaan we het binnenkort over hebben. Ik denk dat het belang van verbondenheid, weer investeren in het sociale weefsel van de samenleving, waardoor je ook de pijn kan delen en er voor elkaar kunt zijn, dat de grote boodschap is en die deel ik enorm. Ja. Okay. Ja, en verdoving gaat daar juist tegenin. Hè. Dat kennen wij eigenlijk al.
wij, mensen die in de kliniek werken, vanuit de verslavingsproblematiek. Een verslaving zorgt altijd voor individualisering, voor het, het apart gaan staan, omwille van die verdoving. Het enige wat nog telt is die joint of die spuit of de, weet ik veel wat. Dit is bij het palliatieve ook zo, dat, dat zij het dan dat er mindere roeservaringen bij optreden. En dit is letterlijk en figuurlijk dodelijk. Isolement. Dus we hebben die verbondenheid terug nodig. Ja. Oké, okay, nou, ik dank jullie hartelijk voor dit mooie gesprek. En nou, de kijker, wanneer je hier ook geïnspireerd wil worden, kijk of lees de palliatieve maatschappij van Bung Chul Han. En het is inderdaad ook wel een palliatieve samenleving, daar heb je ook zonder meer gelijk in. Doen dus. Beste kijker, als je meer van dit soort uitzendingen van De Nieuwe Wereld wilt blijven volgen, abonneer je dan op ons kanaal.